Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Oh! Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. Nieuwe show. En lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. Super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol en ik zit heel erg erover na te denken om vandaag eens eventjes door het leven te gaan als een blauwe smurf. Door gewoon even mijn haren te doen. Ja, want ik heb mijn haren nu al geverfd, maar ik heb alleen nog maar een pet op. Dus ik denk dat ik dat maar vandaag eens voor de eerste keer ga doen. Ik ben heel erg benieuwd. Straks nog even een bijpassende outfitje uitkiezen en dan ben ik hopelijk helemaal the man vandaag. Nou, in ieder geval, Myron die heeft voor mij een heerlijk ontbijtje gemaakt. 2 bolletjes, salami of is het servelaat? Salami. Het is salami met achterham. En dan hebben we hier nog eens eventjes een lekkere smoothie met een prachtige cappuccino. En de achterham. Ik bedoel, we hadden het laatst een discussie over, of een discussie eigenlijk meer een vraag van, hoezo heb je servelaat en salami? Dat is toch hetzelfde? Nou, salami is dus iets pittiger. Er zit meer knoflook in. Dat was een beetje waar toen uiteindelijk het verschil in lag. Maar hoe zit dat met achterham? Waarom heet het achterham? Ik denk dat dat wel is wat jij zei. Ja, dat het aan de achterkant eraf wordt gehaald. Verschillende soorten van de van varken. Ja. En dat de achterham dan bij de achterkant van de varken eraf wordt gehaald, bij de rug. Of zijn bil, denk ik. Zijn bil of zo. Ja, ik weet het ook niet. Nou, als iemand daar het antwoord van weet. Het is toch gek, hè? Als ik dan nu zo over heb, dan klinkt het echt cruw. Maar je eet het wel. Je eet het wel. Iedereen is zo wat eet het. Het is toch wel een beetje gek. Als je over gaat nadenken, dan is het... Ja, je denkt er nooit over na. En als je dan weer stil is, denk ik, gek. Maar toch heb ik heel veel zin om het te eten, want het is super lekker. Nou goed, in ieder geval, lekker ontbijtje. Ik heb zin in vandaag, er staan leuke dingen op de planning. Dus doe even een duimpje omhoog als je zin in hebt. En dan ga ik even genieten van mijn ontbijtje en dan zie ik jullie zo weer. Zo, daar ben ik weer. En ik heb me nog steeds niet aangekleed. En dat komt omdat Myron het outfitje van mij gewoon heeft klaargelegd. Want ik zat toch een beetje te treuzelen. Ik had zoiets van, weet je, boeien. Ik hou gewoon dit aan. Gewoon mijn joggingsbroek en gewoon lekker baggy en gewoon boeien. Gewoon even een chill outfit voor vandaag of zo. Toen zei Myron, nee Enzo, ik ga het voor jou fixen. Ja, ik ga het voor je klaarleggen. Dus hier heb je een lekker hempie. Want het wordt koud vandaag. Het gaat misschien zelfs sneeuwen. Oh. En dan wil je niet dat er zo door je kleertjes heen komt. Nou, is goed. Oma, dankjewel. Nou, gaan we deze in ieder geval even aandoen. En waarom kies je voor een wit hemdje en geen zwarte? Maakt niet uit, je ziet hem toch niet. Oké. Dan doe je dit colletje aan. Oké, dankjewel. Coltrui. Donkerblauw, hè? Ja. Pas bij het haartjes. Ah. Hij gaat niet koud krijgen vandaag. Nee, als het aan jou ligt, niet. Het schijnt een beetje door, maar dat maakt niet uit. Ja, maar daarom vroeg ik ook, hè. Weet je zeker wit hemdje? Ja, maar dat maakt niet uit, want deze gaat er nog overheen. Oh, meen je? Er overheen? Ja. Oh, dat is wel vet, denk ik. Denk ik ook. Wow. Stijl bij Myron. Yeah. Hoppakaas. Ja, is het hoppakaas? Is dat cool? Ja, ik vind dat vet. Met je haren zo erbij. Hoppakaas. Vet. Top. Zo. Inderdaad, blauw, hè? Ja, en dan doe je deze zwarte broek eraan. Ja, oké. Okay, dan moet ik deze vijf doen. En die gele sokken kunnen niet, dus deze blauwe sokken moeten erbij. Dat zijn geen knopbouwsokken. Nee, maar die je net aan had ook niet. Nee, maar dat moest ik even snel doen als ik koude voeten. Nee, het zijn geen knopbouwsokken. Misschien moet je er eens over nadenken om blauwe knopbouwsokken te... Okay. Of we moeten witte sokken van jou even tie-dyeën blauw. Nu nog even. Nu nog even. Ik moet weg. Nee, binnenkort. Kan ik niet gewoon witte knopbouwsokken aan doen? Nee. Ik mag maar wat voor schoenen doe ik aan waardoor je mijn sokken ziet dan? Daar moet ik nog even over nadenken. Nou, als je die sokken dan maar ziet, hè, want anders heb ik ze van niks aan. Nee, je hebt ze aan voor de warmte. Deze sokken zijn eigenlijk helemaal niet goed meer. Nou, wil je andere aan? Ja, dit past helemaal niet. Kijk dan. Oh, dan zijn ze van mij. Ja, dat denk ik ook. Ik krijg ze gewoon niet aan. Ik wil gewoon mijn vertrouwde knolpauwsokken aan. Ik weet hoe die zitten. Nou, die zitten doe die maar aan, Hans. Yes, de witte. Sierpiet! Hoppakee, mijn eigen knolpauwsokjes.
Let's go. Ja, dan weet ik gewoon wat ik krijg. Weet ik gewoon, het zit gewoon lekker. Het is gewoon top. Maar heb je ook wel eens bij die knolpauwen sokken dat er wat strakkere tussen zitten? Ja, die zijn dan van jou. Ja, want ik kan bij de was niet meer eruit halen welke dan van mij zijn en welke van jou. Dus nee, maar daarom, bij de nieuwe collectie van knolpauwen sokken die komt, staat er een maat op. Ja, dat is beter. Want dat nu is echt staat beter. Er geen maat op. Nu staat er alleen knolpauwen logo. En aan de onderkant knolpower. Ja. Maar nu komt hier ook de maat te staan. Ja, want deze zijn denk ik van mij. Als ik het zo bekijk. Als ze zitten al lekker. Ja, mooi. Oké, broek uit op je hoofd. Broek uit op je hoofd. Hé, hey, hey, broek uit op je hoofd. 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 Hé, hé, broek uit op je hoofd. Broek uit op je hoofd. Hé, hé. Oké, we moeten snel. Okay. Jij moet snel, bedoel ik. Deze had ik wel aan, hè? Ja, knolpower onderbroekje had je al aan, hè? Oké. Okay. De hempie bij de broek in, hè? Ja, dat is lekker warm. Dan denk ik dat deze schoenen heel vet erbij staan. Oh. Vind je die lekker zitten ook? Ja, zeker. Oké. Ik heb ze niet zo vaak aan, maar... Nou, als ik vandaag complimentjes krijg over mijn outfit, stuur ik ze door naar mijn... Ga je dan wel zeggen dat ik het gedaan, dat ik je gesteld heb? Ja, dan stuur ik ze door naar mijn styliste, dat was het. Styliste. Ja, dat ben jij. Vandaag wel. Oh, dit pas ik nog wel. Het is even wennen. Ik heb zo'n tijd niet aangehad, maar... Ja, zit het lekker? Ja, zit lekker. Oh, mooi zo. Alleen, mijn ene voet is bijna een halve maat groter of kleiner dan de ander. Ik weet niet precies meer. Oh, dus dan heb je last bij eentje. Nou, de ene zit gewoon strakker dan de ander. Oh. Maar deze moet ik gewoon even inlopen, al helemaal als ze in de was zijn geweest. Ja, dan zijn ze toch altijd even iets stugger geworden, ja, of zo. Ja, bij skinny jeans is dat super chill. Dus als je een broek aan hebt, en die koop je skinny jeans... En die heb je dan al hele lange tijd aan. Dan doe je ze een keer in de droger. Dan worden ze weer helemaal strak. Klopt. Dat is super chill. Ja. Maar ja, zit goed hoor. Nice. Nu nog even mijn haren doen. Ja, en dan ben je klaar. En dan de outfitje of the day. Yeah. Gruwelijk. Moet er nog een tasje bij? Of doe je gewoon je telefoon in je broekzak? Ik kan de telefoon in mijn broekzak doen. Ja? Ja. Oké. Okay. Nice. Zo, helemaal happy met mijn outfitje. Ik heb er zin in. Ik heb een lekkere shake dus die ik lekker mee ga nemen. Want die kreeg ik echt niet meer op hoor. Jeetje, twee broodjes, cappuccino en dan ook nog zo'n shakey. Dus deze drink ik lekker onderweg op met nog een klein half uurtje rijden. We gaan vandaag chillen in Veenendaal en we gaan iemand verrassen. En dat ga ik niet alleen doen. Wordt echt super tof. Ik heb er onwijs veel zin in. En soms deed ik wel eens voor de grap dat ik dan een slokje nam van zo'n shake. En dat ik dan voor de grap zo'n snor kreeg. Nu moet ik dat niet doen, want anders dan zit ik de hele dag heel ranzig allemaal stukjes uit mijn snor te halen. Ik vind het zelf ook hartstikke vies. En ja, mijn snor. Waarom laat ik mijn snor staan? Ik weet het eigenlijk ook niet. Geen idee. Misschien omdat sommige mensen zeiden dat ze het heel lelijk vonden. Dat ik dacht van ja, boeien. Misschien dat ik het daarom laat staan. Juist om een beetje gewoon weerstand te bieden of zo. Ik heb geen idee. Ik vind het gewoon grappig. Gewoon even wat anders. Hè? Waarom ook niet? Boeien. Het is toch allemaal zo min mogelijk mensen zien en zo. Maar dat was wel grappig, want dat zei Marvin ook tegen mij. Gisteren geloof ik. Die zei van, ja, misschien moet ik heel mijn haar wel blauw doen. Want ik bedoel, boeien. We zien toch niet zoveel mensen deze periode. Dus ik zeg, Marvin, ik zeg, lieve schat, er kijken elke dag 500.000 mensen naar ons. Ik denk dat we wel redelijk wat mensen ons zien. Oh. Soms sta je er niet altijd meer bij stil, dat zoveel mensen je leven volgen. Daar sta ik ook niet altijd bij stil, hoor. Dat is echt bizar. En soms dan ben ik ook dingetjes aan het filmen en dan heb ik echt zoiets van, yo, wat ben ik aan het doen? Waar slaat het op? Maar dan kijk ik het later terug en dan kan ik echt keihard om lachen en dan vind ik het echt geniaal. En ja, blijkbaar hebben veel van jullie dat ook. Dus dat vind ik super tof. 2.540.000 is wat we op dit moment hebben met z'n allen qua abonnees op Enzo Knol, op mijn YouTube kanaal. En het is nog steeds alleen maar aan het groeien. En heel veel van jullie die hebben gezegd van Enzo, die 2,5 miljoen heb je gehad, hoppa, doorpompen naar de 3 miljoen. Waarop ik zei van oké, ja, het zou heel erg tof zijn die 3 miljoen, maar laten we eerlijk zijn, het is wel echt een soort van onmogelijk. Al helemaal om dat in 2021 te halen, want dan heb je het gewoon over 460.000 abonnees nu nog. Dus dat laat ik eigenlijk denk ik een beetje gaan. Voor mij is het belangrijkste dat ik gewoon elke dag ga uploaden, dat ik gewoon 9 van de 10 keer, of laten we zeggen van de 365 dagen van het jaar, als het goed is heeft een jaar 365 dagen, dat ik 350 dagen minimaal perfect om 4 uur op tijd ben. Dat is sowieso mijn doel. Het liefst het hele jaar, maar dat ik weet dat me niet gaat lukken. Er komt ooit een keer iets waardoor het gewoon misgaat. Maar uiteindelijk komen ze altijd online en eigenlijk altijd om 4 uur wel.
En voor de rest, voor het nieuwe jaar, ik heb geen nieuwe goede voornemens of iets of wat dan ook. Ja, ik ben nu wel weer elke week 2 keer aan het sporten. Dat vind ik echt super fijn. Maar dat is ook niet omdat dat nu 2021 is. Dat is gewoon met toeval is dat nu net weer begonnen 3 weken. Maar dat had meer te maken met de personal trainer en met wanneer ik daar terecht kon en de tijd die hij had. En lockdown, buitensporten, niet binnen. Dus ze moesten ook wel dingetjes verzinnen en zich voorbereiden. Dus, maar nu is het allemaal goed geregeld. Dus we lekker sporten 2 keer in de week. Verder blijven we gewoon knallen. We blijven positief, blijven vrolijk, we blijven gek doen. En mijn doel is zoals elk jaar zoveel mogelijk mensen te laten lachen. En gewoon eventjes alle bullshit vergeten. En gewoon even in mijn leven duiken. En gewoon kijken wat voor debiele dingen ik allemaal doe. Dus let's go. Laten we daar weer voor gaan dit jaar. Dat is een goeie, toch? Hey, maatje. Ho, ho, ho. Hij maakt nog echt geluid ook. Of is dat zijn muts? Tuurlijk is dat zijn muts. Nou, even aanbellen bij Nicky. Vertellen dat ik er ben. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Het is je mooi knol. Deze guy. Dat is goed. Oh, eens eventjes. Toronto Maple Leafs. Ja, ja. Bro, dat is echt precies het goede team. Oh, ik denk nu pak jij iets wat ook van Maple Leafs is. Nee, 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 dat niet. Maar... Dan, kijk, ik heb een paraplu. Maple Leafs. Ja, dus, ik heb in Toronto gewoond en ik heb daar gehockeyd. Serieus? Ja man, ik heb in Canada gewoond. Dus dat is fucking toevallig. Je weet toch dat vanaf dag 1 ik al fan van jou ben. Maar wil je ook even je haar, Messi laten zien met je trui? Dat is toch niet normaal? Dat is toch hard? Holy shit. Ja, Marvin heeft het uitgekozen, outfitje. Hé, hey, maar ik moet ook even wennen aan het feit dat jij gewoon andere schoenen aan hebt. Ja, ik heb eigenlijk altijd... Ik weet het. Klopt, ik heb nooit dit soort schoenen. Mag ik even jouw paspoort zien eigenlijk? Ben ik wel Enzo. Ja, ik heb eigenlijk de laatste tijd alleen maar die speedrunners, die Balenciaga's aan. Dat zijn gewoon sokjes, super chill, hoef geen veters te strikken. Ja, of gewoon Yeezys. En nu een keertje All-Stars. Ja. Yeah. Nou, welkom, leuk dat je bent. Ja, thanks man. Ik ben heel benieuwd wat je van streams hebt beginnen. Ik heb een tweede camera. Oeh. Ja, kan ik dat filmen? Ja, tuurlijk. Oh, sick. Ja, want ik stream elke zondag van 6 tot 10:30. Mijn Nicky die streamt ook wel redelijk vaak op Twitch. En nu heeft hij een setup in zijn studio, maar hij heeft ook een setup thuis. Zo, dit is ook wel een smooth foto hoor. Kijk hem even. In de garage is die gemaakt. Gruwelijk hoor. Ja, cool. Ja, vet man. Marten Visser, ik wil alle credits aan haar geven. Daar heb ik echt zieke foto's van gemaakt. Wow, sick ouwe. Kijk, hier hebben zeg maar dus een tweede kamer. Wat? Bro, dit is gewoon een eeuwhuis. Wow, kijk, dan heb je hier gewoon echt een super classy gewoon inrichting zeg maar. Echt super mooi. En wow, ik weet niet wie dit heeft gemaakt, maar ook alle credit. Wat? Oh, dit is Klibanski. Ja, dat is Joseph, ja. Kijk dan, dit is toch gewoon Ariel? Ja, dat is Ariel. Hij had toch maar een combinatie altijd van, zeg maar, heel lief en sweet samen met weer wat donker. Dus als heb je hier Ariel en heb je hier een Gladiator. Ja, en hier Heartbroken, precies. Dollar. Ja, super sick. Heel mooi. Ze is een soort zachte kant van Nicky. Ja, ja, maar toch is, ook weer niet. Er is zoveel liefde in mij, wil je niet. Maar dan kom je hier zo in en dan kom je gewoon serieus in je studio hier. Dus ik was hier dus in die setup bezig. En ik heb dus voor de gein een tweede cam toegevoegd. Dus nu heb je een soort van, heb je links en rechts heb je een camera. Ja, dit is vet hoor. Dit is heel vet. Kijk, dus nu zien jullie me even kijken op deze. En dat is dezelfde camera waar ik mee, bijna dezelfde camera waar ik mee vlog. Dat is dezelfde camera waar ik mee vlog. Ja. Dat is mijn vlogcamera dat. En dan zie je die op Nicky in zijn gezicht en de rest op de hele kamer. Maar gast, je merkt het al, net als bij mij thuis. Dat als je... Ja, dat je hier binnenkomt, de akoestiek, het geluid gaat veel directer. Precies. Het hoeft niet zoveel, het wordt niet weerkaatst. Nee. Het gaat meteen op de man af. Het wordt geabsorbeerd. Ja. Ja, dus dat is wel grappig. Dus ik was een beetje bezig, want hier maak ik normaal gesproken muziek als ik thuis ben. Alleen super toen dacht hard. Ik, weet je wat, ik zet zeg maar een computer neer en dat liep een beetje uit de hand. En nu is het een soort van vlog setup geworden. Dus damn, dan speel ik dus Warzone en zo. Zieke setup hoor, als echt. Als wij dan live gaan, of als jij aan het meespelen bent, of ik speel met jou mee, dan zit ik dus hier. Ja, super vet. Dus, nooit geweten. Ik dacht eerst altijd dat het jouw studio was. Nee. Maar ik herken de achtergrond inderdaad. Ja, ja, dit is gewoon... Dat is wel grappig, want mensen herkennen dan alles wat achter jou is, maar ze hebben geen idee hoe dit eruit ziet. Hoe dit eruit ziet, nee, klopt. Dus het is wel vet. Ik wil eigenlijk nog hier een camera ooit maken. Weet je wel, dat ze zo van achter naar je kijken. Ja, daarboven ergens. Zou wel vet zijn. Maar kan jij eens laten horen wat voor gruwelijke sound effects en dergelijke jij hebt? Of kan dat niet? Op de boxen, kan dat? Ja, dus het... Want dan ben ik met Nicky aan het spelen en dan in één keer doet hij allemaal van die effecten op zijn stem. En dan hoor je in één keer... En allemaal van die gekke dingetjes en belletjes en toeters. Nou, dan laat ik dat wel een keertje horen aan de kijkers. Ja, precies, want ik moet namelijk... kijk, ik heb hier dus zo'n systeem. Dat wou ik dus tegen jou zeggen. Dat is de GoXLR. Dat is voor jou ook echt fucking hard. Wat is dit? Het ziet er heel fancy uit, dit. Ja, en die faders, kijk.
Wow! Holy shit! Dus het zijn geautomatiseerde veders. Wow, dat wil ik ook een keer doen. Oh, dat is super satisfying dat het dan beweegt. En het gaat ook nog mee op je scherm. Hard, hè? Dus als jij erop klikt, zie je? Ja, inderdaad. En hier kun je dus al die sound effects in maken. Je kunt ook liedjes inslepen. Maar hoe komt het dat je zoveel weet van geluid? Ja, ik heb ooit in mijn leven wat gedaan met muziek. Oh. En dat is een beetje blijven hangen eigenlijk. Maar je kan dus gewoon zo praten door je mic. En dan zet je FX aan. En dan heb je in één keer de stem van een monster. Of van een smurf. Ja, dat is geniaal. Ja, dus dan druk je gewoon op FX. En als je echt heel boos bent... Een piep, een piep. Ja. Ik hoor hem, ik hoor de piep. Hij loopt gewoon. Geniaal. Nou goed, ik ben dus hier bij Nicky en wij gaan met z'n tweetjes even op stap, want we gaan iemand verrassen. Ja. Ik kom op plekken waar ik nog nooit eerder ben geweest. Ja. En dit is je hebt zelfs een eigen matje. Ja, dat is om zeker te weten dat ik bij het juiste huis ben. Oh, maar dit is dus wat ik ook wil hebben in mijn nieuwe woning. Qua vloer bedoel ik dan. Dit is een gietvloer. Ja, gietvloer met korrels. Ja, ik zie het met korrels inderdaad. Maar als je vaak uitglijdt, weet je wel, dat je zeg maar... Nee, maar serieus, waarom hebben die korrels? Nou, voor grip. Als ik dan met de auto naar beneden rijd, dan is dat gelijk weg. Echt? Ja. Oh, ja, want ik weet niet of jullie het kunnen zien. Ja, dat kan je nu wel zien. Het is allemaal spikkeltjes. Ja, want ik vind het ook echt super vet om een garage te hebben. Die dan met gietvloer gevuld is. En dat ziet er, ja, het ziet er gewoon super clean uit. Maar je krijgt ook niet snel vlekken of iets of wat dan ook. Nee, maar ja, kijk, het zoals dit. Dit is gewoon rubber. Zie je? Maar dat push je zo weg. Oh, dat veeg je wel weg. Ja. Heel nice. Moet schoonmaken dan. Maar gast, wat is dit? Ja, ik wou het dus laten zien. Als je zo je auto even wegzet, dan start ik hem. Ja. Want dit is namelijk de eerste en de enige elektrische Harley die er bestaat. En er rijden maar 3 in Nederland. Echt? Ja. Wow, dus check dit carbon ook. Super nice. Check die achterkant en die ledjes. Dit is normaal gesproken helemaal van helemaal dicht gebouwd. Ja. Dus als een echte Harley naast... Wow, die lampjes zijn wel echt heel vet, ja. Maar dit is gewoon een elektrische Harley Davidson. Ja, een elektrische. Als je hem start hoor je dus niks. Nee, als je hem start hoor je niks inderdaad. Nee, ik ga het laten zien. Let op. Dit is de oplader. Oké, ja, als jij zegt wanneer je hem start dan... Ja. Wow, maar dit schermpje ook, hè. Het ziet er super smooth uit. Ja, het is echt crazy. What? Een elektrische Harley Davidson. Nog nooit gezien dit. Als je met deze bij de Albert Heijn komt, dan heb je echt pull-up game strong, kan ik je vertellen. Want iedereen denkt, wow, wat is dat voor motor? En dan horen ze hem niet. Dan wachten ze zo'n ziek geluid. Weet je wel dat je nou zo... Ja. En dan start je hem en het enige wat je hoort, letterlijk, is... Een mini klein piepje. Ja, dat noemen ze de live pulse. Als jij je auto iets naar achteren zet... Ja, ik ga hem wegzetten. Ik ben benieuwd, man. Dan boek ik 1 rondje in de straat. Ja, ik ben benieuwd, ouwe. Hoi, yo. En dit ding is zo ziek snel. Deze zit binnen 3 seconden op de 100. Binnen 3 seconden? Echt, ja, dat is echt niet normaal. Als ik hem op sport zet... Gast, dit is niet normaal. Let op, ja. Gast, ik weet zeker, hij heeft tranen in zijn ogen nu. En je hoort hem wel. Maar je hoort gewoon, ja, het elektrische. Het... Zoiets ongeveer. Dat is niet normaal. Wat? Gaat hard hoor. Holy moly. Dit is heel bijzonder. Niet normaal, hè? Ja, dit is echt niet normaal. Hij gaat hard, jongen. Je moet maar eens erop zitten. Durf je een klein rondje? Ja, ik durf wel, hoor. Ja, ik vind het prima. Je hoort hem niet, maar het is zo ziek snel. Het is ja, als jij het durft. Ik bedoel, er zijn er maar 3 van in Nederland. Ja, dus, bro, luister. Ik weet, ik heb ergens gelezen dat jij een motor hebt. Ja, cool. Okay. Nou, het eerste rondje. Oké, dit zijn de eerste meters op een elektrische motor voor Enzo. Je hebt hier niks. Nee, je hebt dus geen rem, want je hebt geen koppeling, want je hoeft niet te koppelen. Maar rechts is nog wel steeds rem. Ja, rechts is rem. Dus en als je dit hier... is de voorrem nog steeds? Dit is de voorrem. En hoe start ik hem? Hij staat al aan. Ja, maar hoe ga ik vooruit? Want er staat daar druk op start. Oh ja, je hebt hem nog niet gestart. Er zit hier een knopje. Ja. Moet je de rem indrukken? Ja, nu staat hij aan. Zie je, dan wordt het groen. Oh ja. Maar let op, want je hebt dus geen koppeling. Dus je gaat meteen. En je hebt ook geen versnellingen. Maar het is ook niet als ik vol gas ga dat ik achterover vlieg. Ik zou niet vol gas geven. Je moet maar even een beetje proberen. Want hij is echt fucking snel. Hij is echt fucking snel. Je voelt gewoon het bloed uit je hoofd. Ja, je merkt het wel. Ja.
Oké. Okay. Nou, is goed, dan ga ik. Hoi, wedstrijdje? Ik denk dat ik hier rijd. Nou, daar gaat-ie. Ja. Oké, okay, ik geloof niet dat hij dat gewend is. Dat ding is echt zo ziek snel. Oh, daar komt hij weer. Hey. Dit slaat echt alles. Dit is niet normaal, hè? Oh my god, check dit. Wee, yo, ja, maar luister, dit is dus echt niet normaal, want deze motor heeft geen koppeling. Dus je gaat aan één stuk door als een soort mega zieke scooter. Dit is absurd. Je haar zegt eigenlijk precies wat je ervan vindt. Wow, yo, ik heb het wel koud. Dit is niet normaal. Maar gast, dit is, ja, de acceleratie is gewoon meteen. Niet normaal. Je hebt gewoon bam. Nee, klopt. Ja, dat is natuurlijk ook met alle elektrische auto's. Met de Tesla's. Ondertussen heb je veel meer die daarin meegaan. Je hoeft ook niet te koppelen. Dus het is gewoon gas geven en het is alleen maar vasthouden. Ja, inderdaad, hé. Ja. Nou ja. Zal ik hem weer netjes binnenzetten? Ja, ik zal hem wel even omdraaien, want hij is best wel raar in gewicht. Ja, hé, hey, maar zullen we er even bij stilstaan dat hij nog helemaal heel is? Ja. Maar gruwelijk, man. Dit is ook helemaal carbon en ja, zo. Ja, het is echt dik afgemaakt, hoor. Super smooth. Letjes achter. Oké, okay, damn. Ik ga even voor de spiegel staan. Ik ga mijn haar weer even goed doen. En dan gaan we er vandoor met de auto. Zo. Nou, kom maar in mijn elektrische auto. Hij staat op standje Myron, of niet? Ja, hij staat helemaal naar voren, hè. Nou, dames en heren. Zal ik even het intro van de nieuwe vlog spelen? Ik weet wel welke je wilde doen. Ja. Maar je kan geen blokfluit spelen dus. Nee. Oké, okay, dat is niet. Mijn skills duidelijk. Hebben mij verraden, helaas. Okay. En waar gaan we heen? We gaan naar Robert toe. Misschien kunnen jullie hem nog kennen van de vorige vlog. Dat was in ieder geval super interessant en ook heel erg mooi. We zouden sowieso een tweede keer afspreken, dus dat is vandaag. Dus we gaan er weer wat moois van maken. Wie hebben we daar? Hey, goedemiddag. Alles goed? Ja. Ja? Hallo. Hallo. Wist jij het stiekem? Hij is een knolpauwhoedie aan. Ja. Hey. Super man. Weet je wat je gaat doen? Nee, geen flauw idee. Nee, want ik had het niet gezegd. Nee. Dat is gewoon een goede vlog. Oh, oké. Okay. Even zin om mee te gaan dan? Tuurlijk. Kijk. Maar deze is voor jou en zo. Ja, deze is voor mij. Ja, ja, ja. Hij is eigenlijk van zijn vader, maar dat zegt hij er niet bij. Had hij gewild, denk je wel. Ja, mijn vader gewild, ja. Ja. Nee, ja, nee, deze is van mij. Vorige keer een mooi ritje gemaakt, hè, Robert? Ja. Dat was echt top. Ja, dat was echt fantastisch. Dat was hartstikke leuk. Top, ja, wat is handig dat Robert voorin zit? Ja, 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 zeker. Ja, kom maar hier zitten, Robert. We brengen hem straks weer terug, hoor. Zo, daar gaan we. Doei! We kunnen hier een rondje draaien en zo. Oh, daar zo een rondje. Ja, en aan het eind. Zo, hoe is het met Robert? Goed. Mooi. Heb je lekker geslapen? Ik heb heerlijk geslapen, toch wel, ja. Mooi. Lekker man. Zo, doe even het raampje open, want je vader staat te filmen. Kijk, die komt nu. Hallo. Zo. De buren staan voor de... Oh, en daar, de hele buren, iedereen die staat voor de deur. Een soort van parade die Robert uitzwaait. Ja. Nee, een avondvierdaag. Ik ben behoorlijk bekend hier in de straat. Dus ze zien mij natuurlijk voorbij lopen met de hond. Ja. Ik heb een blinde geleidehond. Die is net niet naar buiten gekomen. Maar... Ja, hoe heet je blinde geleidehond? Elsa. Elsa, oh, mooie naam. En dat, is dat een Labrador? Ja. Ja, want veel blinde geleidehonden zijn Labrador, hè? Klopt. Trouwe vriend. Hoe is dat? Omdat die gewoon super goed opgeleid worden, kunnen worden? Of, ja, rechtsaf. Ja, die is heel, heel rustig. Maar kan ook heel enthousiast zijn. Ja, en ze kunnen heel veel eten, toch? Labrador? Nou, die van mij niet. Die van mij krijgt alleen maar eten wat nodig is. Ah, oké. Okay. Dus die ziet er heel goed uit. Maar goed, gaan we even lekker op stap. Ja. Super, man. Want normaal gesproken werk je dus in een pianowinkel, maar die is dicht. Nee, ik werk en ben zaterdag altijd vrij. Oh, je bent zaterdag altijd vrij? Oh, relaxed. Ik dacht dat ze dicht waren vandaag. Wat? Zaterdag. Bol bedoel je? Ja. Ja, die zijn 7 dagen per week open. Oh joh. Alleen voor klanten zijn ze dicht, maar voor personeel zijn ze open. Ja, oké, okay, precies. Dus dat bedoel ik, maar ik ben natuurlijk een klant. Zeiden tegen mij dat ze dicht waren op zaterdag. Ja, voor klanten zijn ze zeker dicht, ja. Heb je enig idee wat we gaan doen? Nee. Nee. Echt gewoon niet. Nou, jij gaat vandaag een plaat inzingen, Robert. We gaan een nieuwe hit maken. Er is nee, wij,
Ik moet zelf even wat dingetjes opnemen in de studio bij Nicky. Dus toen dachten wij van hoe leuk zou het zijn om jou gewoon op te halen, gewoon mee te nemen. Een beetje te chillen, weer lekker in de auto rijden, in de Jeroes. Nou, ja. Je hoort hem wel weer klapperen. Ja, nu staat hij in, als het goed is staat hij nu in Strada denk ik, hè? In sport. Links. Links hier. Hier links? Ja. Ik heb hem meteen op sport gezet voor je, zodat hij je uitlaat lekker brult. Ja, nu is het mooiste, nu is het geluid niet via de speakers als het goed is. Nee, klopt. Want in Corsa wel. Is het zo? Ja. Komt dan het geluid via de speakers? Je hoort heel duidelijk hoor je het. Ja, dat is echt waar. Ja, is het echt wel? Ja. Nou, dat wist ik helemaal niet. Gewoon extra bas. Wat ik mij afvraag eigenlijk. Mm-hmm. En je moet maar zeggen als je het vervelend vindt als ik veel vragen stel. Nee, dat is maar leuk, ik heb toch? Twee dingen die mij nu te binnen schieten. Eén is de vraag: word je nooit misselijk in de auto? Of als je met de trein gaat? Of ben je wel eens met het vliegtuig geweest? Ja. Word je dan nooit misselijk? Nee, en ik hoor dat het gefilmd wordt. Ja, ja, Nicky is aan het filmen met zijn telefoon nu. Ja. Zonder audio trouwens. Ja. Nee, ik word eigenlijk nooit misselijk. Nee? Ik heb in 2017 heb ik een vliegles van mijn ouders gekregen. Ja, vliegles, wat houdt dat in? Ik ben best wel ook geobsedeerd door vliegtuigen. Ja. Dus ik ben heel veel cockpitfilmpjes gaan kijken. En toen hadden mijn ouders wel door van dat vindt hij wel leuk. Dat weten ze eigenlijk al heel lang. Ja. Maar toen hebben ze mij dus daarmee verrast. En, maar als je dan zegt van ik heb heel veel cockpitfilmpjes gekeken van vliegtuigen. Mm-hmm. Voor de mensen die dan nu kijken en die denken van maar je bent blind en je hebt filmpjes gezien van de cockpit van vliegtuigen omdat je dat interessant vindt. Maar hoe bekijk je dat dan? Hoe zie je dat dan zeg maar soort van voor je? Ja, luisteren. Luisteren. En dan vertellen ze hoe het eruit ziet, knopjes en... Ja, ik heb letterlijk filmpjes gevonden van hoe ziet de cockpit eruit. Dat alles wordt uitgelegd. Alles voor jezelf vul je dan in? Ja, om eerlijk te zijn ben ik ook wel eens in een simulator geweest, zeg maar. Ja. Ja, dan kon je natuurlijk alles voelen, dus dan herken ik het ook wel. Van, dit zou dit kunnen zijn. En dan zei die piloot, die zei ook gewoon precies waar alles zat. Alleen, dat was een groot vliegtuig, maar in een klein vliegtuig is het veel eenvoudiger. Ja, ja, dan heb je minder knopjes, minder veel ruimte ook. Ik voelde even snel, want toen wist ik eigenlijk al vrij snel alles wat te vinden. Oké. Okay. Dus dan heb ik ook heel veel zelf kunnen doen. Ja, dan heb je het zelf nog beter kunnen inbeelden, zeg maar. Ja, en ik heb bijvoorbeeld helemaal zelf opgestegen en zo, dat soort dingen. Ja, zo. Zie je? Ja. Dat is wel sick. Want je voelt eigenlijk heel goed wat hij doet, dus dan kun je heel goed eigenlijk gewoon letterlijk met je ogen dicht vliegen. Kan je zeggen dat omdat je niks ziet, dat je gevoel ook sterker is geworden? Ja. Dat is sowieso daardoor wel beïnvloed. Het is niet zo dat ik beter voel, maar ik let er meer op. Ja, ja, precies. En ik heb nog een ander dingetje waar ik heel erg nieuwsgierig naar ben. Als je gaat slapen, want ik vroeg net van heb je lekker geslapen? Toen zei je ja, best wel lekker geslapen. Maar als je gaat slapen, droom je dan? Ja, als je slaapt, of ik dan droom, hè? Ja, of je dan... Eigenlijk wel. Ja, dus als je dan... Want wij gaan slapen, dan dromen wij. We hebben wel eens mooie dromen, nachtmerries. Maar hoe is dat voor jou als je gaat slapen? Zie je dan dingen, zeg maar, voor je? Of droom je dan? Of is het gewoon helemaal niks? Of... Ik leef alles op mijn manier. Dus echt met luisteren en niks zien. Oké. Okay. Sommige dingen die... Kijk, voor ons is het natuurlijk heel erg normaal om alles te kunnen zien, om alles te kunnen horen. Tenminste, voor de meeste mensen. Ik ben dan heel erg nieuwsgierig naar hoe zal dat dan zijn. Ik bedoel, het is vast wel eens voorbij gekomen dat je gevraagd werd door iemand of de keuze kreeg. Dilemma van wat zou je liever willen? Zou je liever blind zijn of zou je liever doof willen zijn? En dat zijn eigenlijk dingen die wil je helemaal niet beantwoorden. Want ja, ik bedoel, dat wil je niet. Maar soms krijg je dilemma's wel eens voorgelegd in een spelletje of gewoon iemand die nieuwsgierig is. En ja, nu blijft dat echt een onmogelijke vraag om te beantwoorden eigenlijk. Want de ene die zegt bijvoorbeeld blind, want ik wil wel mijn gehoor houden. En de ander die zegt van ik wil liever alles kunnen zien. Maar ja, hoe klinkt het dan? Dus dat is een onmogelijke beslissing eigenlijk om te maken. Maar zo heb ik wel af en toe eens dingetjes die in mij opkomen. En gelukkig vindt Robert het niet erg als ik het vraag. Dus vandaar. En als je het wel erg vindt, dan moet je het natuurlijk zeggen. Ja. Maar ik ben gewoon heel erg nieuwsgierig hoe dat is. Maar goed. We zijn bijna bij de studio van Nicky. We zijn even aan het wachten totdat hij de key ophaalt. En dan gaat de slagboom omhoog. Kunnen we de auto neerzetten en dan duiken we even de studio in. Ja, ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. Ja, dat wordt hartstikke leuk. Ik moet een paar dingetjes opnemen. Dus ben je er gewoon even gezellig bij. Ja. Ja, toch? Zal ik even lekker reffen? Kijk. Krijg ik even het raam open, hè? Dan worden mensen thuis toch wat... wat duidelijker. Het blijft mooi rustig, hè? Ja, niet normaal. Bij die Ferrari, als je reft, die kantelde echt heen en weer. Ja.
Bij deze voel je dat minder. Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Want inderdaad, bij een Ferrari, echt zo'n hele eigenlijk soort van opgefokte auto, zeg maar. Die gaat dan echt heen en weer, de auto. Ja. En bij deze blijft super mooi steady. Klopt. Ja. Ja, ik snap precies wat je bedoelt. Want heb je veel gereden in Ferraris ook? Of? Ik heb wel eens een paar keer gereden in een Ferrari. Ja, en dan heb ik ook wel stilgestaan en gereft. En dan merk je inderdaad dat die wat heen en weer gaat. Ja, dat is gaaf. En als ik nu kijk, dames en heren, op mijn kilometerteller, dan zie ik dat, jawel, jawel, het bijna zover is. Bijna 85.000 kilometer gereden met deze auto. Op dit moment 84.998. Bijna. Wat is jouw lievelingsnummer op dit moment? Want je luistert veel muziek, toch? Ik ben eigenlijk bijna altijd op zoek naar nieuwe muziek. Heb je een lievelingsnummer van dit moment? Op dit moment is dat het nieuwe nummer van Nick. Het nieuwe nummer van Nicky? Ja. Dat meen je niet? Ja, Into the Light. Into the Light. Gisteren uitgekomen. Kijk, dit is meteen goede promotie voor Nicky dit hoor. Zal hij vast blij mee zijn met jou. Weet hij dat zelf ook? Ik weet niet of hij weet dat ik het nummer al ken. Yes? Yo. Perfect. Hey, ik vroeg net aan Robert wat zijn lievelingsnummer was op dit moment. Oh. Wat denk je dat hij zei? Dan ben ik heel benieuwd wat... Wat denk je dat Robert zei op wat is je lievelingsnummer? Wat voor antwoord? Ja, ik denk dus niet... Wat voor genre? Wat denk je niet? Ik denk geen klassieke muziek. Nee. Oké. Okay. Vind ik wel leuk, maar niet voor... Femke Louise? Nee. Armin van Buren? Nee, vind ik ook gaaf, maar... Tiësto? Nee. Zeg het maar dan. Je zit wel echt in de goede hoek. Van mij? Ja. Echt? Into the Light. Oh, die nieuwe? Ja. Die is gisteren uitgekomen. Gisteren, ja. Ja, dat zei hij. Wow. Ja. Vind je die vet? Ik was er gewoon bij. Ik heb hem gisteren op mijn werk zag ik hem online komen. Kun je hem al spelen? Uit. Grotendeels. Echt? Ja. Ga je dat laten horen zo meteen? Ja, kan ik wel doen. Mooi, yo. Ik heb het nummer nog geen eens geluisterd. Maar als Robert hem straks kan spelen, dan super vet. Ja, dan moet je hem eigenlijk zelf een keertje luisteren. Dit is hem. Dit is hem. Kijk, wat voor speakers? Dat zijn Bang & Olufsen. Oh, nee. Nee, no. Ja, dat zijn goede speakers. Ja. Oké, daar gaat ie. Lekker hoor. Heel erg nice. Heel erg nice. Vibey. Oké, ik zet hem in mijn afspeellijst. Keihard. Ik heb hem er ook in gezet. Ja? Dat is jullie hem zo tof vinden, jongens. Kom, nou, ik zie het ook. Ik ben de tweede die hem in de afspeellijst zet. Wat een klootzak, hè? Normaal is het zo'n lieve jongen. Ik heb jouw tas bij me, Robert. Ja. Als het goed is... Zo. Oké, let's go. Yo, boys. Ik heb even belangrijk iets, weet je. Ik volg een tutorial op internet. Dus willen jullie misschien dat ik op de beat kom met een fluit? Laten we proberen, man. Ja, toch? Je hebt het gehoord net. Nicky heeft blokfluitles gehad, toch? 5 jaar. Ik heb zelfs in een band gespeeld. Dus hij kan je begeleiden. Ah, sick, man. Is goed. Ja, ja. Dan denk ik dat... ik hou altijd van een duidelijk plan. Dus laten we dan nu een plan bespreken dat ik dan zeg maar nu even een uur ga oefenen. En als jullie dan opzetje maken, kom ik straks terug. En dan hop ik op de vloed. Op de vloed? Zo heet het in het Engels, toch? Op de vloed. Op de vloed. Nee, ik hop op de vloed. Met de vloed. Is dat een blokfluit? Het is een blokfluit. Een blokfluit. Oké, cool. Appelfluit. Oké, ik voel me nog niet serieus genomen. Maar kom nog wel. Oh, kom nog wel. Ik ga even oefenen, mensen. En dan wie weet hop ik ooit op de vloed. Zo, wat gebeurt hier? Want je slaat er in één keer op los. Ja, hij speelde net een dingetje met zijn hand. Ja, ik zei net dit. Wat, dat vind ik zo knap, dat vind ik zo sick. En Nicky zei van ja, dat kan ik ook, maar dan op het drumstel.
Holy moly, ik ben wel een beetje doof in één keer, joh. Ja, dat hoort. Gast, hij doet een headset op en wij staan hier maar met onze blote, tedere oortjes. Dat is echt hard, jongen. Echt hard, hè? Ja, niet ja, normaal, het echt man. Dat hier natuurlijk ook weer extra dan. Maar wel knap, man. Ja, als ik het niet opdoe, dan mis ik het ritmegevoel of zo. Ja, snap ik. Ik speelde het net zonder en dan zit ik er gelijk naast. Gek, hè? Sick, hoor. Nou goed, ik vond toch dat met de handen wat je deed, Robert, toch wel. Ja, man. Vond ik wel echt vetter. Maar het is veel anders, hè? Dat je dat nooit ziet, hè? Ja, ik vind het echt knap. Ik vind het echt serieus knap. Zo vet dat je dus niks nodig hebt om muziek te kunnen maken. Ik deed dat wel eens, zeg maar, wat jij deed, zeg maar, met je handen, dat deed ik dan wel eens, maar dan op mijn buik, zeg maar. Dat kent iedereen wel. Ja, dat is het. Of een paardje klop. Ja, dat ga je weer op je benen. Of jij dat even op zijn buik wil doen eigenlijk. Dat ga je weer op je benen doen, hè? Zo. Ja. Ja, zo. En als je het zo zult, dan krijg je dit. Mooi jongen, doe dat nog eens één keer, Robert, op je benen, zo snel. Ik wil het van langzaam naar snel doen. Ja, 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 let's go. Gruwelijk. Wanneer je echt gruwelijk hard gekild bent met Warzone, dan doe je dat volgens mij. Dan ben je echt gewoon even je frustratie kwijt. Dan ben je gewoon... Ja, Robert heeft vlugge handjes, dat kunnen we allemaal wel zien. Ja, ik ben geboren met een te hoge spierspanning, dus je kan eigenlijk moeilijk ontspannen. Ga je dan dat soort dingen doen? Serieus? Doe me denken aan Happy Feet, weet je dat nog? Die pinguïn? Happy Feet, pinguïn. Oh, het alarm gaat af, of wat is dit? Ja hoor, we nemen Sandrijn mee en meteen het alarm gaat af. Ja, ik heb het weer gedaan. Wat is er dan? Ja, nou, Sandrijn die verpest het gewoon. Ja, ik ken haar verder ook nog niet zo goed, maar ik... Ze denkt, ik pak mijn momentje in de vlog. Nee, Sandrijn die was rustig aan het werk boven. En nu leiden wij haar eigenlijk af van het werk. Met al het muzikale. Maar goed, wat ga je laten horen, Robert? Hey, volgens mij, Robert, word ik gebeld. Dus heel even een momentje. Ja. Ah, dat is ook een ringtoon, ja. Geniaal. Hé, hey, maatjes. Yo, kan je nog eens die ringtoon doen? Die van... Goedemiddag. Goedemiddag, met tegen de pauze. Alles goed? Ja, lekker. Hoi, Wissé. Hoi. Hé. Hoi. Wow. Hoi, Don. Adam. Ja, wie? Hé, hey, we kunnen ook even bedankt. Oh, ik ben zo fan van dit. Ja, we hebben hier... Logo van Don, hè? Is dat zo? Wat, serieus? Oh. Ja, moet ik nog een keer doen? Ja, doe nog eens. Ja. Wat goed! Fucking mooi! Wat is dat? Dat is het logo van Don. De logo? Ja, de intro ja, bedoel de je? Intro. Ja, de intro. Ja, wat goed! Zo, een verrassing als je zo binnenkomt. Ja. Wat ziek, man. Dit is Robert. En Robert is een pianostemmer. Ja? En ik ken hem eigenlijk omdat hij mijn piano's ging stemmen. En nu zijn we eigenlijk een soort van matties geworden. Hè? Zeker. Nu gaan we eigenlijk altijd leuke dingen doen. Maar wel, ik had dus gezegd, we gaan je verrassen vandaag. Ja, ik wist niet dat jullie dit gingen opnemen. Oh! Wat lachen! Ik wist niet dat jullie dit gingen opnemen. Hij kende jullie allemaal, want hij, hoe gek het ook klinkt, maar hij kijkt alles. Ja, ik volg jullie allebei. Ja, superleuk. Dan luister je gewoon naar alle gekte wat er gebeurt. Naar alle gekte, ja. Dat is goed omschreven. Ja. Nee, jij omschrijft ook zeg maar in je vlog. Oh, we gaan nu dit doen en dan gebeurt het ook. We gaan dat doen en dan je hoort precies waar je bent. En ja, dus het is voor mij is het echt super goed te volgen wat er gebeurt. Leuk dat je zelfs nog kan genieten, man. Wat top. Ja, dus stel voor, je hebt ooit een situatie dat je iets vet ziet en dan denk je, wow, wat gaaf. Dan hoe meer je vertelt, hoe meer je zegt van... Ja, ik moet je helemaal naar zijn kijken. Ja. Ja, ik zeg dat, leg dus niet zoveel uit, man. Kom, we gaan beginnen. Ja, dat is voor Robert is dat heel fijn. Ja, ja. Dus ik heb ook wel eens gehad, stel voor, je filmt ooit een keer vanuit de auto en er haalt een dikke auto in. We worden ingehaald door een dikke Ferrari. Als je dan vertelt van, we worden ingehaald door een dikke gele Ferrari, dan weet Robert alweer van, ah... Ik ga de volgende keer gewoon zeggen, laat weten in de comments als jij denkt dat het voor auto het was. Ja, maar dat is wel zo. Hoe meer je vertelt, hoe meer Robert ook kan meegenieten. Dus dat is wel echt super tof. Ik hoor zeg maar vaak aan het geluid wat voor auto het is. Ja? Je bent ook autogek dan?
Ja, leuk. Hij kan zo staan, zeg maar, aan het geluid van de motor horen. Ja. Of het een wat is het ook weer? Kon je, wat voor de toonhoogte? Kon je horen of het een V8 was, V10 of een V6 ja. toch? Van de ja. trilling of zo? Wat was ja, want een V10 klinkt op de piano klinkt hij zo. Ja. En klinkt een V8? Ja, dat is wel eigenlijk. Eigenlijk wordt het dan weer verdubbeld, dus dan krijg je eigenlijk... Maar dat zijn, dit zijn dan noten, hoe zeg je dat? Ja, ik ben helemaal niet muzikaal. Je vertaalt die klank van die auto naar noten op de piano. Nou, en Robert heeft dus een absoluut gehoor, dus die kan alles wat je ook maar hoort, ja. weet hij gelijk wat het is, hoe je het speelt. Ja. Zoals Charlie Puth, dat weet je gozer, die heeft dat toch ook? Ja, Charlie Puth heeft dat ook. Als jij dan inderdaad zo doet, dan weet hij precies wat voor toon het is. F-sharp. Wat voor noot. Maar stel, noem eens even een nummer, misschien kan Robert hem wel spelen. Een nummer. Hoe heet dat lied? Oh, Better Off Alone. LSDJ. Think you're better off alone. Hij noemt er ook eentje. En noem jij eens eentje, Ashie? Is met Whitney Houston of zo, of Celine Dion. Oh, die is fijn. Deze moet ik even. Heb je een vriendin of niet? Die zal blij zijn met onze vingers. Nou, wel. Jezus, dat is. Stil is dan. Laat me even genieten. Ik ben onder indruk, man. Hij zit helemaal door het nummer te lullen. Ik ben verbaasd. Doe van Whitney Houston, Bodyguard of zo. Bodyguard? Bodyguard. Dat is een film. Ja, maar dat is ook een liedje. Oh. Zou ik hem wel in die... Laat maar, als je hem hoort, dan kan hij hem zo spelen. Dat is een beetje het probleem. Moet ik hem wel kennen natuurlijk. Nee, joh, als je hem één keer luistert, dan weet je al wat hij speelt. Ja, zoals jullie wel doorhebben, het is echt wel heel erg knap wat Robert kan. Dat hij gewoon iets dan meteen zo kan spelen. My love is your love. Godverdomme.
Heb ik Enzo's camera gehad? Hey Don, wil je de volgende keer wel je eigen camera even weer pakken? Ja. Ik zou je altijd hebben. Het enige verschil is, ik heb de geluidsdempers voor de wind. Ja. Maar ik kijk niet, ik pak camera, ik wil filmen. Oh, weer van Enzo. Je hoorde ook gewoon, godver, heb ik een camera van Enzo, gast? Ja, we hebben bijna, ja, we hebben dezelfde vlogcamera, dus het is een beetje verwarrend. Hoor wat je doet, Enzo. Nog eens, scheetje. Oh, ja. Oh, die was goed, die was goed. Ja. Hij maakt letterlijk muziek en geluiden met alles. Ik ben benieuwd wat je anders kan doen, hè? Gelukkig vindt Robert het grappig. Ja, ja. Oh, pas op hoor, hier is de trap hier weer. Is de trap. Ja, hier is de trap weer. Ja, super. Hoppakee, helemaal top dit. Oh nee, nee. Oh, mijn blok. Mijn blokfluit! Bam! Ja, maar kijk, daarom had ik er 5 besteld! Ik heb een beetje tegengehouden. Ja, dankjewel Robert. Mijn blokfluit, mensen. Nee. Sorry Astrid, mijn blokfluit. Is helemaal oké. Voor de mensen die het niet weten, maar ik heb blokfluitles van Astrid online op YouTube. En daar heb ik al best wel wat van geleerd. En daar ga ik gewoon verder mee, want ja, ik kreeg heel veel reacties te horen dat ik talent heb volgens jullie voor blokfluit. Dus dat, nee, ik word graag serieus genomen ook hier zo. Ja, maar waarom liegen de kijkers? Waarom? Hey, ik heb echt aanleg ervoor. Ja, okay. Toch Robert? Ja, moet wel goed komen. Ja, zie je? Moet wel goed komen. Heel veel oefenen. Ik heb, maar daar heb ik wat aan. Daar heb ik wat aan. En dat ga ik ook zeker doen. Wij supporten je ook als collega's, dat komt goed. Dankjewel. Dus ik zei net al, van ik heb 5 blokfluiten gekocht. Omdat 5 was goedkoper dan 4. Want dan had ik een pakket van 5. En ik wist gewoon dat ik er ooit een keer 1 per ongeluk kapot zou maken. Of uit frustratie misschien eentje kapot zou slaan. Dus ik heb er 5 gekocht. Ze zijn echt hele mooie fluiten. Dus ja, ik blijf mijn fluitenavontuur gewoon doorzetten. En maakt me niet uit, jullie krijgen me niet kapot. Ik ga er gewoon voor. Ze kosten geen fluit. Ze kosten geen fluit. Blijf op mijn fluit af. Ja, en ze zeiden ook nog van het is best makkelijk. Het is een fluitje van een cent. Ja, man. Maar dat vind ik toch wel tegenvallen. Maar naar dat talent van jou, dan kun je wel een fluit. Maar stel er nou echt niks, wordt dan fluit weer terug hoor. Ja, nou, okay. Scheidsrechter kunnen worden, jij. Zo kan hij alweer. Ja, ik kan wel. Rode kaart. Ja, het lijkt een fluitje van een cent, hè? Ja. Oké, okay, dat waren ze. We gaan nu ook eventjes aan het werk. We gaan ook even wat dingen doen die we moeten opnemen. Sheet, Don en ik gaan namelijk even wat inspreken hier in de studio. En dat is voor een geheim project, hè? Zijn we al een tijdje mee bezig? Ja, super vet. Dus dat doen we met z'n vieren, Ilko eigenlijk ook. Ja. Alleen, niemand wil Ilko horen. Nee, dus wij zijn hier. Hij is stempel uitgeraakt. Ik kon hem niet vinden. Nee, dat doen we ook met Ilko, doen we met z'n vieren. Maar Ilko is er nu niet, maar Don, Sheet en ik moeten wat inspreken. Dus dat gaan we nu doen en we krijgen de hulp van Master Nicky. Ik ga mijn best doen. Dus ja. De intro is best wel goed geworden, hè? De intro van de vlog, daar wil ik je echt nogmaals voor bedanken. Nee, want dat is gewoon een superhit. Ja. En nogmaals, vraag Robert of hij wil spelen. Ja! De vlog van Enzo Knol. Enzo Knol! Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatjes! Goed verstond. Dat was Benny op de achtergrond. Maatjes! Dit is geniaal. Ja, het is echt geniaal dat hij dat gewoon kan. Ten! Woo! Dus we beginnen bij juichen. Doe maar een paar keer. Gewoon 3-4 takes. Dan pakken we de beste eruit. Ja. Woo! Dat is veel te hard. Ja. Ja. Dit was nog redelijk rustig. Ja. Woo! Yes! Woo! Yes! Woohoo! Woo! Hoppa! Hoppa! Ja! Woo! Yes! Ja. Wee! Nou, we moeten even zorgen dat we boys alles horen, van jullie ook. Dus je moet even opletten dat als je gaat lachen, ja. De mic pakt echt alles op. Echt? Dus eerst een langzamer, je doet eerst gewoon zo ja. En dat doe je even een paar keer achter elkaar, een stuk of 6 keer. En daarna ga je eentje met de stand eigenlijk sneller. En dan alsof je echt aan het sprinten bent. Okay. Dat zou ik... Nou, ik denk dat dat wel genoeg is. Ja, dat denk ik ook. Ik hoor dat je met je voeten beweegt, klopt dat? Ja, klopt. Ik beweeg een beetje met mijn voeten. Maar het is wel op het ritme. Ja, je hoort het niet. Oh. Oké, die hebben we. Wacht even, dit is normaal, ik even. Ziet dat zo, Ja, ik ben daar aan het opnemen, hè. Oh, what the fuck? Alles wat je doet komt erop, jongen. Ja, het ziet er zo dom uit. Maar ja, het zijn gewoon dingen die we moeten hebben. Auw! 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 Ah! Auw! Ah! Auw! Ah! Die laatste was heel raar. Ik had echt letterlijk geen 10 seconden langer moeten duren. Ik zit helemaal met tranen. Die laatste was wel echt heel raar, dat geef ik toe. Wordt wel de emotie erin, hè? Oh. Ja. Maar het allerleukste is, jullie moeten zo meteen ook, hè? Ik weet ja. Ja, daarom. Dus dat wordt alleen maar mooi. Oh, ik ga vol in, hoor.
Hey, rustig lachen. Kijk gewoon achterom, want dan kun je gewoon lachen. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, precies. Ja, dan is het gewoon echt lachen. Kijk gewoon naar die guys, dan komt het gewoon goed. Oké, okay, kort lachje. Dat was een goeie, toch? Dat was een goeie. Zeg je een vlog al? Wow. Ja, dat was hem, ja. Dat was hem. Hey, maar je moet even nu een kort lachje, dus gewoon even... Oké. Een paar korte lachjes. Gewoon een paar korte lachjes. Knetterhard lachen. Knetterhard lachen. Knetterhard lachen, jongens. Knetterhard lachen, daar komt hij. Ja, jongens, zijn we klaar voor? Knetterhard lachen, komt hij. Staat die mic goed? Even testen. Als ik... Okay. Ja, dat dacht ik wel. Lachen zal niet moeilijk zijn, dat gedeelte. Lachen maar de rest... ga je sowieso. Ja. Echt een fan, hè, die Don. Heerlijk. Jij kan het echt zo fucking goed. Het is echt gewoon niet normaal. Bro, het lijkt net echt. Oh mijn god. Maar dat zeg ik, je hoort echt je emotie. Ook ja. Net dat, oh, dacht ik echt, wow, die echt bijna pijn heeft. Ja, dat lijkt er gewoon op, hoor. Dat kan niet goed. Hey, we ja, gaan typische naar, quotes. We gaan naar typische quotes. Ja. Bijvoorbeeld, wat zeg jij nou altijd? Ja, ja sowieso dat de goeie Ben. Goeie Ben, en ja. En maatje. Dames en heren. Wow. Oh my god. What? What? Sick. Peace. Peace! Hoppa! 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 Maatje! Maatje! Goeie Benny! Goeie Benny! What? 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 Wow! Holy shit! Holy shit! Wat sick! Wat gaaf! Dat was het, denk ik. Even kijken, sick. Peace. Maatje, dames en heren. Peace. Oh ja, dames en heren. Dames en heren. Dames en heren. Welkom bij een nieuwe vlog. Welkom bij een nieuwe vlog. Hallo dames en heren. Hallo. Hallo dames en heren. Welkom bij een gloednieuwe vlog. Welkom bij een nieuwe vlog. Kom op. Hou dit vol. Ga zo door. Je bent lekker bezig, maatje. Dit gaat lekker zo. Hoppakaas. Hoppakaas. Ja, dat is toch een goeie. Au, 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 au. Au, au, au. Check nu even. Ah, of als je op die kruk ging zitten. Au, au, au. Oh jongens, ik ga je... Oh. Zoals jullie zien, dames en heren, is hier het allemaal opgenomen en opgeslagen. Elk blokje staat voor een verschillende categorie. Van bijvoorbeeld juichen, lachen, schreeuwen, huilen, joggen, whatever. En dat wordt allemaal opgeslagen door Nicky. Je wordt een beetje aangepast, zodat het nog, nog fijner klinkt. Pop! Ja! Geniaal, ja, dit is echt geniaal. Dit zijn in ieder geval goede opnames. En ja, ik ben klaar. Nu, nu dus de beurt aan de sheet. Ja, dat is heel snel afgeleid. Dus ik ga je proberen te helpen. Top. En we beginnen met juichen. Ik ga je gewoon laten horen wat Enzo doet. Dat is eigenlijk gewoon, als je gewoon zo shameless gewoon, zoals Enzo, gewoon... Woehoe! Let's go! Yes! Hey, come on! Woehoe! Yeah. En wat ik, heel, wat ik serieus heel erg heb geleerd, en dat komt echt serieus van mijn stemmetje in Angry Birds, de gele vogel heb ik ingesproken. Echt? Ja, daar heb ik heel veel van dit soort dingen geleerd, dat het boeit niet hoe je beweegt, hoe je doet, als je er maar in zit. Precies. Dus als jij aan het joggen bent en je doet een beetje dit, ja, kan je het veel meer perfectioneren. Ja, nee, als jij nee, gaat lachen... Het maakt niet uit wat je doet, snap je? Ja, lekker bezig, lekker. Oké, okay, dat komt okay, goed, dat komt goed. Ja, hier gaat hij al. Yeah! Yes! Woehoe! Ja! Woehoe! Yes! Ja! Ja! Kom op dan! Ja! 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 Yeah! Ze werden steeds beter, hoor je? Ja, ja, je komt er steeds meer in. Hoor maar jezelf. Ik krijg gewoon warm geur. Ja. Top. Ja, hebben we ook. Dat was Manta dus altijd. Juist. Au! Ah! Kak! Ah! Oeh! Ah! 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 Kak! Ah! Oeh! Au! 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 Ah! Au! Ah! Ah!
Ja, die, ja. Eerst rustig lachen en daarna echt stuk gaan. Komt-ie, hè? Hij gaat aftellen met 3 tikjes, dan weet je het even. Over? Ja. Ik krijg gewoon zin in te slappen lachen. We hebben het wel opgehaald, dat is best leuk. Oké, maar nu is het stuk gaan. Ja, dan komt er bij mij geen geluid meer uit. Wacht even, ik zit even de airco aan. Holy shit. Ja, doe maar. Oh, ik stik de moord, gek. Ja, ik stik de moord, zegt hij. Wat zei je? Je doet het zo goed. Jawel? Ja. Nou, ik zit geloof je wat je zegt ook, of nee. Niet? Nee. Ik zit er wel goed in. Ja, hè? Komt ie. Oké. Oké, je moet hem even iets verder weg blijven, anders gaat hij op zijn nek. Hij gaat nog harder dan mijn Enzo. Ik had niet verwacht dat het mogelijk was. Dat iemand harder lacht dan ik. Boy, yo. Komt ie, jongens. 3, 2, 1. Hij gaat helemaal stuk. Let op. Ik kan me lang niet meer inhouden. Wow. Oh, goed. Oh man, ik heb gewoon spierpijn van mijn mond. Oh, ik pijn in mijn hoofd. Ah, ja? Pijn in zijn hoofd. Ja, aan de achterkant daar zo, hè? Hier zo. Oh, ja. Dingen die je echt zegt, zeg maar. Je moeder vriend! Ja, dat is hem wel. Van dingen van jou, die jou maken. Komt ie, 3, 2, 1. Je moeder vriend! Wacht, ik moet even die tikjes afvangen. Nou, die tikjes kan je los. Je moeder vriend! Ik kan wel huilen! Niet te doen! Pak je rust! Ik kan wel huilen! Hey topper! Dat soort dingen. Ja, dat soort dingen. Hey topper! Yo, maat! Valt het je op dat je heel veel dingen zegt met een lach erachter? Want jij zegt altijd ja! Yo maat! Ja, dat ja. Ja, maar altijd die ja. Nu, doe ik het echt niet. Dus zeg ik, yo maat! Jawel, ja, dat soort dingen probeer ze clean te zeggen. Yo maat, hey topper, dingen hoe je die in je vlog zegt. En dan probeer even die focus letterlijk te houden bij, oké, je bent in die vlog. Nou, gewoon, kom op dan! Je kunt het! Hey topper! Ja, je doet het goed topper! Niet te doen! Ciao! Yo, later! Yo, mazzel! Ciao! Doei! Dag! Ga jij even daar zitten? Hebben ze. Dit is ook! Yo, mazzel! Hey! Hey, lekker man! Oh, goed gedaan! Het is moeilijk, hè? Ja, Don heeft veel voorbeelden gehad. Ik val bijna van de kruk. Oké, we hebben Shahid ook gehad. En dan als laatste nog even Don. Luister vriend. Nou, niet tof lopen doen. Nu is menens, hè? Nu is het menens. Wow, ik hoor mezelf, dat is raar. Jongens, focus. Komt-ie. Ik heb wel even eerst even die... Die geluiden uit van je telefoon. En Don, ik heb je even jouw telefoon hier nodig. Want die ga je horen tegen de mic aan. Oh, maar die dingen die... Oh, dat lees je hij vertelt het wel. Ik vind het een soort spannend. Nee, man. Juichen. We beginnen met juichen. Klinkt zo. Komt-ie. Kijk. Ja, die moet ik ook in doen. Ja? Ja. Zo beginnen we. Gooi deze op mute. Je hoort 4 tikjes. Je hoort 4 tikjes. Dat is gewoon... En na die 4 kan je beginnen. Oké. Okay. Yes? Woo! Yes! Woohoo! Yay! Woohoo! Oh ja! Woohoo! Ja! Hee-ha! Dat was hem al. Je bent snel. Zuchten, hijgen. En dat doen we zo. Je... Lang niet gedaan. Ja, nee. Luister, dit is het ding. Je staat op een loopband. Enzo, ik kan het niet. Hij staat. Enzo staat niet maar. Ik doe de camera wel even weg. Ja, ja, is wel. Ik stond er te dicht bovenop. Je stond letterlijk helemaal zo. Oké. Okay. Ik wacht wel even. Het leuke is, kijkers weten ook niet waarvoor het is. Dus het is zo raar voor hem. Oh, mijn god. Als jij nou gewoon daar blijft zitten en Don kijkt ergens anders naar. Mag ik iets in de mic doen, hè? Een scheet laten. Ja. Kun je die opnemen? Ook op live radio. Kun je die opnemen? Ja, man. Kun je die opnemen? Wat? Hij wil scheet in de mic laten. Bro, wat denk je mezelf aan mijn mic? Wat denk jij? Iedereen komt bij die mic en die ruikt er niet. Is hiermee opgenomen? Mensen die hebben helemaal gek. Normaal heb je daar op een popfilter zitten. Ja. Bij hem is gewoon een poepfilter. Een poepfilter. Heel goed. Ik kan... Dat was hem al. Ik word helemaal licht in mijn hoofd. Dat is goed. Au! Oh! Au!
Oeh, zo, ah, hou! Woe, woep, hoppa, woep, 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 hai! Dan zo, hup, hup, hopla! Hop, hop, zo erover! Niemand springt en zegt, zo erover! Oké, okay, hij stikt erin volgens mij. Het lijkt wel geer en goor dit. En vind je? En nou, maar blijf in deze vibe en hou het knetterhard lachen. Dus je mag helemaal los. Ja? Oké, okay, nu moet je heel hard gaan lachen. Ja, kom, ja. Bij... Kijk gewoon naar Enzo. Nou, bedankt. Ja, met dat haar ga ik wel lachen hoor. Hij loopt, hij loopt. Oké, we hebben nu vieze quotes, dingen die jij zegt. Wow! En anders niks. En anders niks. Luister, vriend. Luister, vriend. Ja, luister, vriend. Wow! Zo! Niet normaal! Niet normaal! Niet normaal! Niet normaal! I'm dead, bro. I'm fucking dead, bro. I'm dead, bro. What's up, bro? What's up, bro? Kunstgebit. Nu hebben we alle opnames gehad en Nicky is nu even in de mix en die gaat nog wat dingetjes fixen en dan uiteindelijk krijgen we het geleverd in bestandjes. Yes! Woehoe! Ja, echt super nice. Sowieso shout-out naar Nicky dat hij de tijd hiervoor neemt. Echt heel erg gruwelijk. Tuurlijk, jongen. Ik hoop dat jij het ook een beetje leuk vond, Robert, zo achter de schermen. Zeker. Ja? Nou, mooi zo. En dan nu, ja, als het af is... En het klinkt goed. Dan is het tijd voor de legendarische bril. Kijk. Ook dat dingetje maar. Ja, ja. Ja, dit is helemaal perfect, dames en heren. Super blij mee. Dit is een goed eindresultaat. En ik zal jullie later even gaan tellen wat hier nou precies mee gaat gebeuren. Oh. Hoppa! Ja, die kan ik nu ook. Die heb ik geleerd van Robert. Even kijken hoor. Maar dan iets meer hierheen. Nee, hier, deze. Deze? Top. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Ja, zoiets. Serieus. Zoiets, toch Robert? Ja, zeker. Ja, ja. Hoppakee. Is het nou Robert of Robert? Robert, hè? Had ik het wel goed. Robert. Hoppakee. Ja, ik ga hem leren op de piano thuis, dames en heren. Dat moet gewoon. De intro. Nu ik hem heb gehoord van Robert, vind ik hem zo hard. Maar jij kan het ook gewoon. Ja. Oké. Wie jas dicht? Ja. Ja. Dat is maar goed ook. Zeker. Want het is knijterskoud, mensen. Het sneeuwt gewoon een klein beetje. Ja, voel je het een beetje? Ja. Je voelt af en toe een paar van die sneeuwvlakjes voel je op je gezicht. Maar ik denk dat het heel moeilijk te zien is voor op camera. Oh, misschien hier bij de tanktop dat je het ziet. Kijk, ja, ja, dat is een klein beetje sneeuw, dames en heren. Het blijft ook een beetje plakken. Nou, we gaan in ieder geval snel in de auto. Alle opnames zijn gelukt. Ik ben helemaal blij. En ja, top. Staat er allemaal. Van Myron is dit. Oh. Zal ik ze even laten horen? Ja, doe maar. Hey Robert. Ik zie allemaal filmpjes voorbij komen dat je super mooi aan het piano spelen bent. Ik krijg echt kippenvel ervan. Ik vind het zo knap. Dus ik wil even tegen je zeggen dat je echt een lieverd bent. En dat je goed bezig bent. En ga zo door. Want je doet het super, super, super goed. En ik geniet echt van de filmpjes. Dus... Als er meer filmpjes zijn, stuur ze door. Ik vind het super leuk om naar te kijken. Heel veel succes daar. Kus van Miron. Ha, leuk. Oh. Dat is lief, hè? Ja. Hoppakee. Heb jij gewoon een gepersonaliseerd berichtje van haar? Of? Ja. In de pocket. Sorry. Stuur ze nog nooit naar mij. Nee hoor, Myron is lief genoeg. Ik weet alleen niet zo goed hoe ik dat dan door kan sturen. Maar... Oh, dat komt helemaal goed. Dat gaan we al regelen. Als je wat op je Instagram zet, dan zal ik het aan Myron laten zien. Oh ja, dat kun je doen, hè. Dat is wel een goeie. Even kijken, was het eentje verder, hè? Zo, zet ik hem even iets beter recht. Oh. Ja. Zo, Robert, nou, je bent een baas. Dank, man. Ja, geen probleem. Ik vond het weer super. Dat was super gaaf. Ja, mooi zo. Ik zal ook nog even uitstappen. Ik heb hier je tas. Ja, zal ik die aan jou geven? Ja. Zo, alsjeblieft. Dank je. Maar ik heb ook nog iets anders. Omdat ik jou zo'n baas vind, wil ik jou een aandenken geven. Dus grijp maar naar voren, want je mag mijn blokfluit hebben. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Ja? Ja. Wees er zuinig op. En de volgende keer dat ik je zie, dan welkom bij de vlog van Enzo Knol op de blokfluit.
Nee hoor, gekheid. Hou het maar bij de piano. Maar ik ga mijn best doen om de intro te oefenen. Nou, wees er zuinig op. Oké, dames en heren. Zoals jullie misschien zien op de snelweg, klein beetje sneeuw. Ja. Het was echt superleuk. Ontzettend tof om Robert weer eventjes te zien en ook mee te nemen. En hij was ook enorm verrast dat Don en Sheet er waren. Dus dat was nog eens een extra verrassing, want hij had ook geen idee dat ik hem kwam ophalen bij zijn huis. Dus dat was helemaal top. Dus geslaagde dag. Ik heb net eventjes gevideobeld met Myron en in Zeist, ongeveer 20 minuutjes rijden van Veenendaal, waar Nicky zijn studio zit, naar Zeist. En bij Zeist is er gewoon veel meer sneeuw al. Wat je ziet liggen op de grond ook, gewoon wit. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb zin om naar Zeist te rijden. En ik merk ook dat het steeds harder begint te sneeuwen. Super vet. En nu maar hopen dat het een beetje doorzet. En dan kunnen we uiteindelijk sneeuwpop maken. Dat is lang geleden namelijk. Dus laten we hopen dat we dat weer kunnen doen. Hier, check dit mensen. Ik ben in Zeist. Zien jullie dat? Dat is een groot verschil hoor. Veenendaal en Zeist. Kleine 20 minuutjes rijden. Oi, oi, oi. Echt een groot verschil. Check dit. Gaaf man. Kijk hoe het aan het sneeuwen is. Hoppakee. Gruwelijk. Super blij mee. Echt nice. Kom maar snel in. Het sneeuwt. Hey. Yes. Super nice, hè? Echt leuk. Echt heel erg nice. Ik ben ook wit gekleed voor de sneeuw. Ik zie het. Ja, want kijk die auto hiernaast ook gewoon. Hoppakee. Gezellig is dat. Ik vind het ook echt super leuk. Heel erg nice. Was het niet glad op de weg? Nee, alleen bij dit soort straatjes waar dan bijvoorbeeld nog maar 1 of 2 auto's hebben gereden sinds dat het sneeuwt, ja, dan is het glad. Hier is niet gestrooid. Nee, hier is niet gestrooid op helemaal niks. Ja. En de enige die hier heeft gereden is een andere auto en net ik. Ja. Dus dan is het wel glad, maar voor de rest, de weg valt wel mee. Kijk dan, de Porsche. No, helemaal wit. What? We zijn weer terug van boodschappen doen en dan loop ik mijn studio in en wow, inderdaad! Ja, meteen. Er is een nieuwe collectie toegevoegd. Ja. Wat geniaal. Allemaal mini Pikachu's, maar weet je wat echt grappig is? Kijk deze. Ja. Dat is een Eevee met een Pikachu jasje. Ja, die wil graag Pikachu zijn. Maar deze Pikachu wil graag Eevee zijn. Geniaal. Echt leuk, hè? En hoe heet deze ook alweer? Daar kon ik even niet opkomen, maar die heeft een Pikachu. Oh, dat weet ik ook niet meer. Oh, die Pikachu petje. Check dit, dames en heren. Deze heb ik allemaal nieuw van Myron gekregen. Oh, er is nog één. Oh, nog eentje? Deze vind je niet leuk, denk ik. Die vind ik geniaal. Die doet alleen niks. Nee, die zegt altijd meh. Ja, maar die is er wel altijd bij. Die is wel leuk, ja, Psyduck is dat. Geniaal. Ja, heb ik allemaal nieuwe? Deze vind ik het leukst. Deze en deze. Ja, ik ook. Want dan heb je Eevee in een Pikachu pak en een Pikachu in een Eevee pak inderdaad. Ja. Ook wel Squirtle ook wel vet. Deze is ook wel gaaf trouwens. Geniaal, heel erg leuk. Lief van je, dankjewel. Nieuwe toevoegingen voor de studio. Ja, echt heel erg vet. Ja, dit is echt de complete Pikachu box geworden hier zo. Ja. Nu alles nog ernaast en dan is het helemaal compleet. En dan in een nieuwe huis zo'n mooie kast zoals je hier ook hebt. Dat. Met alleen maar Pikachu. Maar dan nog groter met allemaal je verzamelitems en dan één zo'n plank met alles van Pikachu. Ja, geniaal. Daarom had ik het eigenlijk ook besteld, want ja, ik had het zeg maar uit China besteld, dus meestal duurt dat super lang, maar nu was het al binnen. Geniaal. Ik vind het leuk, dus helemaal top. Heb ik een nieuwe Pikachu hier in mijn studio. Oké, dames en heren, heel erg bedankt voor het kijken. Ik heb nog eventjes op de computer gezeten, dus ik heb het brilletje nog even op voor de beeldschermen, voor het licht. Altijd nice, bescherm je ogen. Ik hoop dat er morgen nog sneeuw ligt, want dan gaan we sowieso even naar buiten, gaan we even met sneeuw spelen. En ik hoop dat jullie er morgen weer bij zijn. Dus voor nu, bedankt voor het kijken. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie dus heel graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power! Yeah!